We hebben gewonnen van een zeer goed spelend Cambuur, vond ik. Lastig te bespelen. En je zag op een gegeven moment bij ons wat angst erin in sluipen, waardoor we te veel onnodige ballen terugspeelden. En dat vind ik wel jammer. Overal is denk ik de overwinning is wel verdiend. Maar we willen natuurlijk nog een stapje hoger. Maar je speelt tegen een ploeg die aan het eind van de rit gewoon weer bij de bovenste vijf staat. Zo simpel is het. Waarom was je ploeg zo slordig bij fases? Ja, ik snap het zelf ook niet. Dus dat moeten we eens even goed bekijken. Er lagen ruimtes genoeg om door te voetballen. Zeker ook in het laatste stukje. Hè. Toen speelden we het een aantal keren fantastisch uit. Maar er lagen veel meer kansen, hè, tussen de linies. Nou, we zochten wel eigenlijk niet de tegenstander op. We speelden veel te snel bal in. Maar klaar, het kan niet alles. We pakken gewoon een overwinning. Daar ben ik heel blij mee. Misschien een stukje angst voor de Vijverberg? Nee, angst voor de Vijverberg zeker niet. Dit is gewoon de verdienste van Cambuur. Die speelde ook een goede pot. En die had ook zomaar een doelpunt kunnen maken. Zo simpel is het. En wij hebben het geluk aan onze zijde gehad op de juiste momenten. Publiek erbij, dat was voor jou denk ik ook wel genieten. Ja, het publiek is niet normaal. Maar dat is eigenlijk bij beide clubs zo. Hè? Dat is wel mooi met deze wedstrijd. Maar ons publiek, ook de sfeeractie vooraf. Ja, dan kom je het veld op en dan zie je zo'n doek van 225 meter. Ja, dat heb ik nog nooit meegemaakt. En dat is wel heel apart natuurlijk. Dus prachtig, prachtig. Dan even naar de spelers op het veld. We vonden dat Tutu Arima niet zo'n heel erg gelukkige rol had op die rechterkant. Hoe zag jij dat? Nou, ik vond dat hij wat te veel terugkapte, hè, in de situatie. Kijk, dat komt ook omdat hij meer links gooit. Hij kan gewoon rechts pasen, maar hij is wat meer links georiënteerd. Ja, en daar was hij wat onzeker werd hij. Nou ja, en dat, kijk, de vorige wedstrijd was dat natuurlijk top. Hè, dus daar raken we niet direct van in de war. In die zin deze lijn vasthouden of zie je nog verbeteringen die je ook echt gaat doorvoeren? Nee, we moeten weer beter voetballen en daar gaan we de hele week lekker mee bezig. Maar dat weten de jongens zelf ook. Hè. We zijn heel blij met de overwinning. De inzet was weer goed. Alleen ze nu een beetje onzekerheid en dat moet eruit. Dat is niet nodig. En als je een keer verliest, dan verlies je. Geef een tegenstander een hand. Maar niet bang zijn om te voetballen.